aannemen een belangrijk onderdeel van het spel is, mag duidelijk zijn. Maar binnen aannames heb je heel veel mogelijkheden. Wat we vandaag trainen is het bruggetje. Dat betekent eigenlijk dat er, op het moment dat er een lage stik dreigt van een tegenstander, dat je in de aanname de bal in één keer over die stik meeneemt. En ook hier kan je die actie weer laten vervolgen door een tweede actie of van richting te veranderen. Of bijvoorbeeld een andere lifttechniek zoals de chop die we gebruiken. Dus op die manier proberen we ook de kinderen consequent de bal in de lucht. Ik heb het eerder gezegd, de bal in de lucht in het moderne hockey gebeurt heel veel. Dus allerlei technieken zijn daarop afgestemd. Zowel in de aanname als ook gewoon in de acties zelf.